Yo, what up gasten! En welkom bij een hele speciale vlog. Ga even rustig zitten. Want dit zijn mijn favoriete momenten uit de afgelopen banjo vlogs. Dus dan zou je kunnen zeggen dat dit mijn beste vlog ooit wordt. Maar dat gaan we dus niet doen. Want heel veel dingen in het echte leven kunnen gewoon niet. Zonder editing skills had ik geen talent voor beatboxen. Laat staan dat ik ergens anders wel talent voor heb. En zonder montageprogramma's was ik nooit een piraat geweest. Arr! Die was leuk, ja. Oké. En zonder montageprogramma's was ik nooit de beste Pokémon trainer van de hele wereld geworden. Wow, kijk daar, een boom! Tijd voor mijn Pokémon kaarten. Haha, laat het gevecht beginnen. Ik kies jou, Snorlax. Magikarp, Nidoking, Charizard, Charmander, en Metapod. Een Pokémon-gevecht zou nooit echt kunnen gebeuren. Of ik doe gewoon de hond van de buren in een Pikachu-jasje en ik gooi er een appel naartoe als Pokébal. Maar dan is hij dood. Door naar het volgende. Als je jarig bent, gebeurt het altijd. Je ouders die je corrigeren over hoe je iemand moet begroeten. Bardo, zeg eens even hallo tegen je oom. Hey. Hallo, wie? Hey, Billy. Bijna. Hey, oom Billy. Vergeten wij niet iets? Bedankt voor alle cadeautjes die ik heb gekregen. Ze waren echt vet. En dan... Wat vergeet ik dan? Oh nee, grapje. Nu hoor ik je natuurlijk denken. Maar Bardo, daar heb jij een oplossing voor. Natuurlijk heb ik dat. Je gaat gewoon om 4 uur 's nachts het volgende doen. Wakker worden! Buren! Het is al 4 uur 's nachts, kom op! Wakker worden! Met Bardo, als ik dat doe, heb ik waarschijnlijk geen vrienden meer. Wat moet ik dan doen? Wat dacht je ervan om in je eentje op je kamer video's te maken over jezelf waarbij je praat tegen de camera? Banjo movies. En dan maak je gewoon je eigen vrienden. Fuck het echte leven. Yay. Wat ben ik toch goed in slap lullen? Niet doordenken, ik weet dat de helft van mijn kijkers nu het doordenken zijn. Wat een nutteloos ding. En als alles wat we hiervoor hebben gezegd je leven niet leuker maakt, dan ga je naar het uiterste. Dan spuit je jezelf helemaal Oké, denk maar door, ik geef het op. Ik wou toewerken naar mijn parody op Dave Teft the Dentist. En echt heel eerlijk gasten, die opmerking was zo fout, ik bedoelde het niet zo. Spuit jezelf weer helemaal vol. Als dat geen videotitel wordt. Oké, ik zit er in mijn eentje op mijn kamer te lachen. Dus snel door naar een parody op David F. The Dentist. Oh, ik voel me grappig. Is dit het echte leven? Ja, dit is het echte leven. Oh. Huh, wat is er? Ik heb 2 vingers! Oké. En 4 ogen! Rustig, het gaat zo voorbij. Huh? Bestaat Gerard Joling echt? Ja, Gerard Joling bestaat. Nee! Waarom? Zo. Ja, yo, what up gasten. Laat ik vooral beginnen met iets wat heel veel van jullie vragen. Wat is die poster? Die poster die daar hangt is van Kick-Ass. Een hele vette film. Ja, dat was de vraag. Hier beneden staat mijn DVD-collectie. Dat is dit. Is allemaal fanmail hier zo. Ik heb nog heel veel andere, maar die hangt hier niet bij. Dit hier is mijn kledingkast. En zien jullie dit? Oké, dan ben je niet blind. Gefeliciteerd. Zoals altijd geef ik weer Pokémon kaarten weg. De voorwaarden zijn simpel. Je moet geabonneerd zijn op mij, kan je hierboven doen. Dan krijg je altijd een prachtige update als ik een nieuwe video heb geüpload. En aangezien het de Nationale Banjo Week 2011 is, komen er ook behoorlijk wat video's. En je moet een groen duimpje geven, plus een reactie hier beneden achterlaten. Simpeler kan ik het niet maken. Dus 5 seconden werk. En om het iets leuker te maken, wil ik dat je een reactie typt met je neus. Alle video's rechts van mij zijn ook klikbaar. Klik lekker door. En deel deze video met iedereen die geen sociaal leven heeft. En stuur hem dan door naar die persoon via Hive, Facebook, Twitter, MSN, Hotmail, Habbo. Zag je dat ik knipte? Dat is omdat ik dan geen MySpace zeg. Ik ben wel slim. Google+, ben ik vergeten. Slim. En dat was het wel eigenlijk. Dus gasten, klik lekker door. Abonneer hierboven. Deel met al je vrienden. En ik check jullie later.